hoe jouw liefde voor zuurdesem ontstaan is. Ja, inderdaad. Ik heb daar een klein beetje een antwoord op gegeven, maar het is niet doorgekomen. Ik heb enkele jaren geleden, heel veel jaar geleden, in Zuid-Afrika in een bakkerij gewerkt. Daar heb ik heel veel gebakken vooral. Dus mijn liefde voor brood was daar wel al even opgewekt. En dan ben ik naar België verhuisd. En ik denk dat dat ongeveer 4 jaar geleden dat het was, dat ik een zakje heb gekregen van de Superette in Gent. Een zakje waar een starter in stond en nog een receptje om een zuurdesembrood te maken. Daar is dat allemaal begonnen. Ja. Ja. Ah, kijk, dus eigenlijk via de Superette, hè, ja. Waar dat je ook natuurlijk die fantastische bakster hebt, hè, dat heerlijke zuurdesembrood bakt. Ja. Ja. En hoe lang ben je daar nu al mee bezig, Michel? 4 jaar. 4 jaar mee bezig, ja. Maar eigenlijk al heel intensief wel, hè? Nu, de laatste 2 jaar heel intensief, vorig jaar nog intensiever. Het wordt ieder jaar intensiever, ja. Want in het begin was dat niet zo intensief. Ik had ook zo'n boek gekregen, deze boek. Helemaal in het begin. Ja. Dat gekregen van mijn man, ik weet niet of je dat kan zien. Dat is een... Maar het is omgekeerd om dat filmpje daarna, om haar te bekijken. Nee. Het is gespiegeld, maar dat is niet erg. Ja, zeg gewoon de titel even. Dat is eigenlijk een boek van Chad Robertson. Dat is ook iemand die in Amerika een bakkerij heeft en dat noemt 13 Bakery. Ja. 13 Bakery. Ja. Oké, maar weet je wat? Sowieso gaan we al jouw tips en dingen die je nu vertelt nadien ook nog posten en delen. Hè? Ja, zeker. Ja, want jij bent ook wel echt bezig met de je zit zo'n beetje in de internationale zuurdesemkringen, hè? Jij volgt dat enorm goed, hè? Van alles wat er gebeurt, mensen die bezig zijn. Er bestaan daar eigenlijk wel redelijk wat communities ook van, hè? Echt zo. Ja, inderdaad. Dat voelt ook zo. Dat is niet alleen maar zo, het voelt ook zo. Ik ken heel veel Instagrammers die daarmee bezig zijn. Mensen die al boeken hebben. Of een bepaald product hebben uitgebracht, zoals de pan waar ik soms een keer mijn brood mee bak. Ik ken ook de bedrijf die de ovens maakt. Dat zijn ovens die geschikt zijn om brood te baken op steen. Sowieso, die community is zodanig goed in elkaar. Ik merk ook dat mensen daar altijd open zijn om elkaar te helpen. Altijd open zijn om tips te geven, receptjes te delen. En dat, dat leeft inderdaad. Veel meer dan bij ons, maar dat leeft inderdaad heel veel. Ja. Maar het is inderdaad een hele warme community, heb ik al gemerkt. Ja, zeker. Ja, heel fijn. Ja. Maar inderdaad, je zei het daar al, je hebt dus ook een oven aangeschaft die echt wel, waar je ook veel broden tegelijk kan inbakken. Want ik geloof dat je ook wel voor mensen in de buurt ook al aan het bakken bent. Hè? Ja. Ik heb al vaak gezegd dat ik het heel jammer vind dat ik niet dichter bij Michel in de buurt woon. Want zo zuurdesembrood bakken, Michel, ook al vind ik dat zo boeiend hoe dat jij daarmee bezig bent. En ik heb nu ook natuurlijk jouw artikel in Seizoenen, hier heb ik het hier bij mij, gelezen. En dan ook nog jouw tips online op onze website, hoe je met zo'n starter begint en al. Maar voor mij blijft dat toch... Op de een of andere manier, ook al heb ik zelf al een keer geprobeerd zuurdesembrood te bakken, blijft het allemaal precies toch nog wat ingewikkeld. Voor heel veel mensen. Ik zei het van, wat zeg je? Voor heel veel mensen. Ja, het is bij mij altijd zo. En ik heb ook altijd het gevoel, maar jongens, dat zijn uren tijd dat daarin kruipt. En dan moet je weer laten reizen. En dan het volgende. Ja. Dus ik ben eigenlijk benieuwd om een keer te horen van jou ook. Wat mij altijd nogal verwacht, en dat ik zelfs nu als ik in Seizoenen zat te lezen, mij afvroeg hoe dat zat, is zo, je hebt dus dat moederdeeg, en dan heb je die jonge desem, of die starter. Ja. Zo, ja, dat zijn twee verschillende dingen waarschijnlijk, maar ik zou graag weten, hoe begin je nu echt? Ja, inderdaad. In het artikel staat hoe dat je helemaal van nul begint, zo'n starter te maken thuis, hè. Het kan zijn dat dat staat op de website. Hè, dat staat op de website. Er is daar een link voor en je kunt dat gerust bekijken. En mij nog altijd vragen sturen als er nog vragen zijn daarom. Want er zullen altijd vragen blijven. Hè. Mijn starten, dat is voor mij, is die evolueerd. Hè. De starten dat ik 4 jaar geleden heb gemaakt, is helemaal anders geworden. Hè. Dus dat is eigenlijk de moederdeeg. Die moederdeeg blijft altijd in de frigo te zijn dat ik wil bakken.
Hè? Dus een uur ongeveer voordat ik een starter wil maken, hè, haal ik dit uit. Dat is mijn moeder. Dat blijft altijd in de frigo. Ja? Dus ik ga in de frigo blijven zodat ik hem nodig heb. Ik haal hem uit dus de frigo. Dat is de basis waarvan jij begint te bakken. Hè? Ja, ja. Maar dat is iets wat jij ook al 7 dagen, geloof ik, op werk, eer dat je dat hebt. Hè? Ja, inderdaad. Hè. Helemaal in het begin wel. Hè. De mijn is al 4 jaar oud. Ja, maar om het op te bouwen, heb je 7 dagen nodig. Ja, 7 dagen nodig. Het kan 7 tot 10 dagen duren. En dat is afhankelijk van hoeveel bacteriën dat je hebt in je huis. Afhankelijk van de bloem dat je gebruikt, je watertemperatuur. Dat duurt eventjes voordat het helemaal sterk genoeg is om een brood te bakken. Hè. Dus ik haal het proces van 1 tot 7, 8, 10, soms een keer 14 dagen. Hè. Niet ieder huis is hetzelfde. Hè. Niet iedereen heeft dezelfde bacteriën in huis. De kamertemperatuur, dat is ook een hele grote invloed. Dus dat duurt ongeveer 7 à 14 dagen om helemaal goed in gang te schieten. Hè? Maar meestal raad ik altijd aan de mensen om een starter of een deal van een moeder te vragen aan een bakker bijvoorbeeld. Hè? Iemand die bakt, dat dus, daarmee bezig is. Dat je dat ook kan doen. Een starter eigenlijk van iemand anders vragen. Ja, tuurlijk. Mensen die zoerdesem brood bakken zijn zeer genereus. Ze gaan dat met heel veel plezier delen. Ik deel ze ook in mijn workshops. Gisteren heb ik ook een telefoontje gekregen van iemand. Ik heb dat gezien, wil je een deel van je starter aan mij geven? Natuurlijk, dat is gewoon bloem en water. Hè. Meer zit daar niet in. Ja. Dus ik wil eventjes tonen het maar verschil. Maar dus het begin? Ja? Wat zeg je? Ik wil eventjes het verschil tonen tussen een starter. Ziet je dat? Dat is eigenlijk een deel van dit. Die opgegroeid is tot dit. Dus die eigenlijk meer dan verdubbeld. Hè? Die heb ik gisteren hoorde ik naar bedding en deel van dit hier uitgehaald. Hierin gemengd. Laten staan. En deze morgen, tot nu toe, staat hij zo hoog. Dat is mijn starter. Hiermee, dus die is serieus. Daar zit serieus wat leven in. Inderdaad. In die, hè? Hiermee ga ik mijn brood bakken. Hiermee ga ik mijn deeg maken. Deze gaat terug in de frigo. Ja, maar dus die in de frigo terug gaat, dat is eigenlijk uw start, hè. En daar heb je eerst, dan ben je gewoon gestart met bloem en water. Ja. Die 7 dagen lang dat opgekweekt, hè. Ja. Ja, klopt. En die wordt sterker. En die, dat vind je dus op de veldwebsite. Ik zei daar juist dat iemand de link gepost heeft. Daar zie je stap voor stap, dag 1, dag 2, dag 3. Tot 7. Tot 7, hè, als hij klaar is, hè. Je moet niet te veel zorgen maken als het niet klaar is na 7 dagen. Je blijft gewoon hetzelfde herhalen totdat je, dat is natuurlijk heel moeilijk op de camera om dat te tonen. Je zal heel veel belletjes zien, hè? Balkjes, dat zijn allemaal... Ja, maar je ziet het hoor, je ziet de belletjes. Ja, hè? Dat is... Ja. Ik gebruik altijd zo'n elastiekje, hè, om daartussen te zetten, zodat ik echt goed zie hoeveel is er gegroeid. Daar is er ook een... float test dat je kunt doen, of een drijftest. Ik heb normaal gezien gebruik heel veel Engels terminologie. Dat is door het feit dat ik heel veel vanuit internet ook leerde, met die Instagram als ik volg. Dus, wat ging ik nu zeggen? Meestal zal ik altijd een elastiekje hier zetten, zodat ik dat hier een beetje kan opvolgen. Ofwel een strijf... Ja, dus dat is eigenlijk, je zet het elastiekje klaar bovenaan de moederdesem die je uit de koelkast gehaald hebt. Ja. En daarna zie je hoe het gegroeid is de volgende dag. Ah ja, maar je hebt daar eerst waarschijnlijk nog bloem en water aan toegevoegd. Inderdaad, ik ging zo zeggen. Eerst ga ik mengen, hè, met bloem en water. En als ik klaar ben met bloem en water te mengen, dus een deel van mijn starter, 5 gram, 2 eetlepels bloem, 2 eetlepels water. Het water en bloem is altijd hetzelfde hoeveelheid, zodat de hydratatie van die starter 100% gehydrateerd is. Ja. Je kunt ook zeggen, ik wil niet zo'n starter die heel vloeibaar is, dan kun je het water een beetje gaan verminderen. De helft van het water doen bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk een starter die iets dikker is, die zal niet zo vloeibaar zijn zoals die van mij, die is iets dikker. En duurt ook iets minder lang om te rijzen. Maar dat is iets dat je leert met ervaring. Ik denk altijd, zoerdesem, probeer niet alles in één keer te doen. Hey, op een uur, als je al gewoon bent om bepaalde stappen te doen... Hey, zal je vanzelf beginnen zoeken naar wat kan ik anders doen. Hè? Welke andere bloem kan ik hier toevoegen en welk ander proces hier volgen. Maar volg gewoon je proces zodat je dat allemaal onder de knie hebt.
2 eetlepels water, 2 eetlepels bloem, 5 gram. Dat staat er ook allemaal op de website. Hè? Je voedt dat en je laat dat staan. Je roert dat goed. En ik gebruik altijd zoiets om te roeren. Dat is een pottenlekker, dat is heel goed. En vaak ook een bokaal die iets groter is van opening. Dus die mond is redelijk open, zodat ik heel gemakkelijk aan de kantjes van die starter kan... Eigenlijk best de rechte, hè? Ja, ja. Je past hier mooi aan en je kunt daar een beetje schrappen en allemaal mooi op zijn plaats. Dat, anders wordt dat een hele vieze boel, hè? Vaak wordt dat een heel vieze boel, dat is niet zo erg. En ik ga dat hier ook niet constant gaan verversen, wassen en een nieuwe... Nee, ik laat dat gewoon staan zoals het is. Ik doe dat toe en ik steek dat in mijn frigo. En ja, je blijft dat in dezelfde bokaal houden, hè? Ik blijf dat in dezelfde bokaal houden. Het kan zijn dat mijn bokaal heel vuil is en heel... Alleen niet meer zo proppen, dan zal ik dat... Maar dat doe ik heel weinig. Helemaal... Want je gaat dat ook een beetje verstoren, hè? Wat er allemaal zit, al die bacteriën enzovoort. Je zal het een beetje verstoren door dat constant te keuzen. Je hoeft dat niet te doen. Tenzij dat het noodzakelijk is. Ja. Michel, ik ga hier al een vraag. Mensen, jullie zijn vragen aan het stellen. Ik zie dat dus het is niet dat ik niet naar jullie kijk, maar ik kan niet alles ineens beantwoorden. We gaan ook nu vragen beantwoorden, maar niet alle vragen. Ja. En we gaan alle vragen uiteindelijk wel beantwoorden na de uitzending, in de comments na de uitzending. En je kan ook daarna nog volop terecht. De komende week mag je vragen blijven stellen in de groep Keukenpraatjes. Dat is een Facebookgroep verbonden aan ons programma. En Michel die komt daar ook meer dan genoeg naartoe. En zal daar jullie vragen mee opvolgen. Dus geen probleem op dat vlak. Nu, wat ik hier op dit moment zie een vraag die al een paar keer terugkwam, is of je ook glutenvrij kan werken, Michel. Zeker weten. Of je ook kan werken met zonder gluten. Mooie vraag, zeker weten. Jammer genoeg heb ik al de rest van mijn glutenvrij bloemen niet. Zeker, zeker en vast. Dat kan perfect. Juist dezelfde manier, dat doet iets langer, maar je kunt perfect een glutenvrij zuurdesembrood bakken met glutenvrij bloem volledig. Hè? Ik heb ook een tip daarvoor. Mensen die glutenvrij of die groentenintolerant zijn, kunnen heel gemakkelijk en veel beter spelt verdragen. Dus moet niet altijd bang zijn. Ik ken heel veel mensen die intolerant zijn. Ik bak daar ook brood voor, maar 100% spelt is iets meer draagbaar dan een volledig tarwe. Daar wat bloem. Ja, en hier is ook een vraag of boekweitbloem gebruikt kan worden, Michel. Ja, boekweitbloem kan gebruikt worden, sorghum kan gebruikt worden. Er zijn heel veel, rijstbloem kan je ook gebruiken, maar alleen maar een deel. Je kunt niet in de brood dat ik meestal bak, stel dat ik polenta zou willen, polenta kan je ook glutenvrij krijgen, of rijst wil, doe ik alleen maar een deel daarvan. Laat ons zeggen iets van 10% in mijn deeg gemengd met tarwe. Maar voor iemand die effectief een 100% glutenvrij boterham wil bakken, raad ik boekweit niet helemaal op zijn eentje. Het is altijd best dat je verschillende glutenvrij bloemen gaat mengen, zodat je iets van textuur en van smaak kan krijgen. Ja, maar iemand vraagt of je een glutenvrije bloem kan gebruiken voor de starter al. Tuurlijk. Ja, zeker. Okay, dus je kan eigenlijk van in het begin... Vanaf in het begin... Veel mensen zeggen dat ze heel graag met speldbloemen, dat ze daar heel goede... Ja, ik zeg nu speldbloem en meel, misschien moeten we dat ook even verduidelijken. Ja. Ik gebruik dat te vaak door elkaar. Ik zeg vaak bloem en meel. Ja. Vertel een keer, Michel, wat is het verschil en wat gebruik jij? Ja, oké. Okay. Dus bloem, bloem is meestal wet, helemaal gezeefd. Meestal 65%, dat is het bloem dat ik vaak gebruik om zoerdesem te baken. Goed gezeefd, bloem. Eigenlijk blijft maar dat staan, hierboven, wat je hier ziet. En dan heb je meel. In de meel zit altijd de kern van een zaad. Dus je ziet, dat is veel meer bruin, er zitten veel meer korrels bij. Eigenlijk is dat veel meer voedzamer dan dit. Ja. Dat is eigenlijk de korrel die gemalen is, fijn gemalen, niet op een industriële machine, maar op steam. En daarbij blijven nog altijd die kernen en die, hoe zal ik dat noemen, er is daar een naam voor, je kunt dat zelfs kopen in de Bioplanen of in de verpakkingsvrije winkel. Dat is kiemen. Zou ik iemand noemen? Ik ben de naam kwijt. Ik zal wel komen hoor. Dat is het verschil. Je ziet het ook wel hè, aan de kleur. Hier heb ik gemengd
meel, dus bloem, witte bloem, T65 en T80. Die is veel groffer. Die is veel duurzamer, omdat alle de kernen van die zaad, alles zit er nog bij. Dus dat is de kern is dan de kern, de kiem? Nee. De kiem, nee. Ja, dat bedoel ik mee. Ja. 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 Zemelen noemt het, Lintje. Zemelen. Ja, de zemelen. De zemelen. De vragen gaan hier heel snel, dus ik kan niet alles volgen, maar iemand vraagt ook hoeveel percentage van spelt je toevoegt. Want je doet bijna altijd, allee, als je meel gebruikt, want je gebruikt bloem en meel, hè? Ik gebruik ze alle twee. Ik gebruik ze alle twee. Ja. Dat is persoonlijk natuurlijk. Hè. Ik bak bijvoorbeeld heel weinig wet brood. Er zit niets in wet brood. Zelfs is dat een zoerdesem. Maar wet brood, ik vind dat is precies een kijken. Dat is anders dan, heeft veel minder voedingswaarde dan een volkoren brood. Dus ja, voilà. Ja. Ik ga dat mengen. Ik ga een deel T65 gebruiken. Dat is bloem, wet bloem. Hè. Is dat een speld of is dat een tagger? Maakt niet zoveel uit. En dan zal ik altijd een deel van mijn volkorenmeel gaan toevoegen, zodat we iets meer van voeding hebben. En eindelijk is dat brood ook iets, wordt dat brood iets meer zwaarder, iets meer voedzamer. Door volkorenmeel te gebruiken. In de link staat ook hoeveelheid van de twee dat ik altijd gebruik. Stel dat ik een brood zou bakken van 500 gram, zal ik 300 gram T65 gebruiken. Dat is bloem, wet bloem, tarwe of spelt. En dan volkoren toevoegen. Volkoren kan ook speldvolkoren zijn, T80 dat bestaat, en ook T80 tarwebloem mengen. Dus, ja. 300... dus eigenlijk, de tip is eigenlijk van zowel bloem als meel te gaan gebruiken. Ja. Want iemand vroeg ook van, bij mij lukt het niet goed van met volkoren meel te bakken. Ja. Maar dat is dan misschien omdat er toch een beetje bloem bij moet. Nee. Dat is omdat de volkorenmeel veel meer dorst heeft. Dat zuigt veel meer water op. En dat brood, ik weet niet, ik kan natuurlijk veel meer vertellen als ik foto's zie van een brood. Ik kan dan direct vertellen wat dat allemaal mis is gegaan. Hè. Maar een volkoren brood heeft op zijn eigen altijd veel meer water nodig. Dus je moet eigenlijk een beetje hoge hydratatie doen. In plaats van 65%. 76% water, gebruik je iets meer water omdat hij veel meer dorst heeft. En het kan ook liggen aan de starter. Hè? De starter is eigenlijk, gaat ongeveer 50% van je werk al doen. Als je starter zo actief is als deze, is de kans heel klein dat alles fout loopt. Zelfs met een korenbrood. Ja? Dus de hydratatie moet goed zitten en de starter moet hoe actief leven zijn, hebben. Je moet actief zijn. Want ik weet, Michel, jij bakt eigenlijk wel hooggehydrateerde broden. Dat heb ik vaak. Is dat voor iedereen direct haalbaar? Om Nee. Een hoge hydratatie is iets meer moeilijk om te behandelen. Dat is niet zo evident. Zeker in het begin. Ik heb nog een keer... Zeker hoe moet een oefening worden dat ik daarmee aan begonnen ben. Hè? Ik stel voor dat je begint met 65%, 75% maximum. 75% is al voor heel veel mensen veel. Ze schrikken daarvan. En de tip daarvoor is altijd, gebruik je frigo. Dus maak je deeg klaar als dat zijn moment heeft gehad. Hè, de autolyse en alles heeft meegemaakt. Vanaf het moment dat je deeg al klaar is, hoe merk je dat? Eindelijk dat de deeg al klaar is, je merkt al direct aan de... Ik ga eventjes een ander tonen, hoe dat je dat kan merken. Mijn deeg is klaar op dit moment. Die is al gefermenteerd. Hè? Ik zie het ook hier. Zie je dat? Dat is fermenteerd. Ja, absoluut. En vertel een keer, Michel, hoe kom je van die... Dus je hebt die starter getoond met dat rekkertje. Hoe kom je dan naar dat deeg dat helemaal klaar is? Dat zijn toch nog een hele hoop stappen, hè, geloof ik? Ja, inderdaad. Inderdaad, maar ik ga anders beginnen. Mijn eerste dingen was om te praten over die starter. En dan zou ik willen praten over hoe dat ik daaraan begin. Hè. Om tot een D, zoals die dat ik daarnet heb getoond, toe te komen. Dus ik heb hier wat water staan. Ja. Het water is al gewogen. Het is natuurlijk wat jammer dat ik... Ja, zien jullie dat? Het is nog een beetje te laag.
Een beetje te laag. En ah, wel. Ja, het staat nog te hoog. Nee, het staat nog te hoog. Zo. De camera. Ja, de het pot staat te laag. Niet meer, hè? Dat is eigenlijk de autolyse dat we nu gaan doen. De autolyse kan je doen met je starter of zonder je starter. Hè? Dus hoe begin ik daaraan? Ik ga het proces eigenlijk doen vanaf het begin. Mijn starter is klaar. Ik doe hem in het water. Ik weet ongeveer voor één brood 100 gram starten, 110 gram. Hoe meer starter, ja, hoe langer die fermentatie. Hè? Dus hoe meer, ja, starter we in dat brood, in dat deeg doen, hoe rapper de fermentatie. Ik ga hier een beetje mikken, want ik weet ongeveer hoeveel dat is. Ik ging ook kan je er te veel in doen? Kan je er te veel starter in doen, Michelle? Ja, ja. Wij zeggen altijd, starten is 20%, als ik me niet vergis, van het totaal, of 10% van het totaal. Te veel wil zeggen dat alles weer te rap gaat gaan. Je gaat dat niet heel goed in handen hebben, te zijn dat je constant gaat kijken dat de fermentatie heel rap in hand kan schieten. En dan heb je niet echt controle over. En dan heb je een onderproefd brood. Dat wil zeggen, onderproefd, dat wil zeggen dat de deeg te veel heeft te rijzen en dan op een bepaald uur gaat hij zakken en in de oven niet meer gaat doen wat hij inderdaad moet doen. Ja? Ah, dus er, ja, is dus een minimum. Op een bepaald moment valt, ja, he, het weer in dan. Tuurlijk, ja, hè? Tuurlijk. Dat iemand ook normaal vraagt hoeveel water is dat dan? Dat je nu in die kom gedaan hebt? In die kom heb ik 350 gram water gedaan. 350, ja, gram water en zit er daar 110 gram starter. Daarnet spraken we over die dreeftest. Je ziet het, mijn starter is helemaal van boven aan het dreven. Dat wil ook tonen aan mij dat hij klaar is. Dat is ook een tip. Ja. Dus wanneer is mijn starter klaar? Ja, je ziet dat hij dreeft. Hij is niet helemaal bezonken. Hè? Ziet u dat? Ja. Ja. Dus wij dus gaan dat is goed, hè? Dat is perfect. Dat wil zeggen dat de starter helemaal klaar is. Want de starter gaat straks ook, na een uur of twee, zal Michel, ook... ik ga je even onderbreken. Michel, ja, er zit, ja, een beetje vertraging terug op... Je zit weer een klein beetje in vertraging. Nee. De wifi is blijkbaar weer een beetje vertraagd. Ja. Maar we zullen zien wat het doet, want af en toe val je weg. Oké. Op dit moment ben ik eigenlijk de thee aan het mengen. Horen jullie mee? Is dat minder vertraagd of nog altijd hetzelfde? Ja, we horen jou, maar soms komt het later. Oh ja, maar kijk, het is perfect bij iemand anders. Goed. Michel, welke temperatuur heeft dat water? Dat is geloof ik 22 graden ongeveer, hè? Maximum, hè? Kamertemperatuur. Het mag 20 ook zijn, het mag ook wat minder. Hoe lager de temperatuur, hoe trager je proces ook, hè? Dus ik heb altijd... Okay. Een tip dat ik ook altijd geef, ik heb altijd een thermometer om mijn water te meten. Ik heb daarnet gemeten, hè. Dat is een thermometer om mijn water te meten. Dus op dit moment ga ik alles doen. Al mijn bloem zit er ook in, mijn starter zit erin en 350 gram water met 500 gram bloem en 110 gram starter, hè. Ja, oké. Dan mengen we. Dan mengen we goed met elkaar en dat hier noemen wij de autolyse proces. Dat is eigenlijk gewoon om het... Dat is de autolyse. Autolyse, ja. We gaan nu de bloem gaan hydrateren. Hè? Alles moet goed gemengd zijn. Dat moet niet... Geen enkel droge bloem moet erin zitten. Het moet allemaal nat zijn. Allemaal gehydrateerd zijn. Ja. En dat hier ga je gewoon laten staan. Je laat dat staan voor een uur. Ongeveer, maximum een uur. Waarom laten we dat hier een uur staan? Omdat wij anders gaat de fermentatie beginnen terwijl dat wij geen zout hebben toegevoegd, terwijl dat wij geen rekken en volgen hebben gedaan vandaar. Eh? Dus we laten dat hier staan voor een uur, zodat dat hier een beetje kan hydrateren. En als dat klaar is, voegen wij de zout. De watertemperatuur was 22 graden. Ja, ik ben hier nog een beetje vragen aan het beantwoorden, hè, van mensen. Maximum. En de hoeveelheden waren, Michel? Dat was 100 gram starter. Dat is 110 gram starter, 350 gram water en 500 gram bloem. En die bloem heb ik ook al op voorhand gemengd. Hè? Een deel meel en een deel bloem. Dat staat hier nu klaar. Ja, kijk, nu zie je goed. Ja,
Ja. Dus nu moet dit een uur rusten, hè? Ja, nu moet dit een uur rusten, na een uur moet je de zon toevoegen, hè? Ah ja. Ja. Ik heb ook gesproken over dus twee verschillende... het zout voeg je wel later toe? Hoe komt ja. dat? Omdat we anders alles, zout gaat alles uit elkaar halen. Zout gaat ook al het water of alle, het water gaan opzuigen. En dat is niet de bedoeling op dit moment. Zout is wel belangrijk voor de smaak van je ja. brood, voor de structuur van je brood. Zout is zeker en was belangrijk, maar we gaan dat nu niet doen. We gaan dat nu even laten staan. Dat is de klassieke methode, want ik sprak van twee methodes. Ja? De klassieke methode zegt, de tartine methode, of de klassieke, wat je wel wil noemen, zout en waterbloem en de staart te laten staan voor een uur. Een uur later kan je dan de zout gaan toevoegen. Vanaf de zout... Het kan ook zonder zout. Zoutloos kan ook, Michel? Ik heb het al gedaan. Dat is niet lekker. Dat heeft geen textuur en dat doet niet wat het moet. Maar het kan minder zout zijn. Helemaal zonder zout heb ik al zelf geprobeerd. Okay. Meerdere keren omdat ik iemand heb in de straat die... Raak brood zonder zout, hè, omdat hij geen zout kan verdragen. Maar dan heb je een andere textuur. Dat is ook een veel compactere brood. Je zal nooit op een brood zonder zout belletjes gaan krijgen. Of textuur of smaak. Of, ja, dat is helemaal anders. Ik heb het al persoonlijk gedaan. Dat is geen brood dat niemand ja. wil eten. Er wordt hier ook gevraagd hoeveel zout je toevoegt. Of hoe weinig misschien. Welke marge heb je? Hoeveel ja. zout meest, hoeveel zout minst? Zout is altijd 10%. Dus als ik 500 gram bloem zou gebruiken, gebruik ik altijd 10 gram zout. Ik hoor toch wel van die iets zure smaak en ik merk dat mijn zout dat ook kan voor zorgen. Dan doe ik meestal 11 gram zout op 500 gram bloem. Dus je gaat dat gewoon gaan verdubbelen. En stel dat je een brood wil bakken met... 1 kilo brood, 1 kilo bloem, dan ga je 20 gram zout toevoegen. Zo simpel is dat. Ja, ja. Je gaat dat gewoon gaan verdubbelen, hè? Ja. Ja. Maar je kan iets minder zout toevoegen. Je kan iets minder zout doen. Ja. In plaats van 10 gram kan je 8 gram doen. Dat is geen probleem. Maar doe maar zout in. Ja. Dat zorgt voor smaak of de textuur van je brood. Ja, dat noemen wij autolyse. Die autolyse is belangrijk om die bloem af te laten hydrateren. Maar er is ook een tweede methode. De tweede methode dat ik hoor delen met iedereen. Vooral omdat het een gemakkelijk en veel flexibel. Je moet niet denken van, oké, ik ga nu een uur moeten wachten. En na die uur moet ik nog zout toevoegen. En dan nog 30 minuten wachten. En dan begin ik aan mijn rekken en volgen of stretches en fold. Er is een andere manier daarvoor. En dat noemt de foolproof method of methode of de... voetbadmethode. Dat is ook van een boek. Dat ga ik ook al als tip doorsturen in de keukenpraatjes. Je mengt alles. Hey? Water, zout, bloem, starter. En je laat het ook een uur staan. En daarna, dat is heel flexibel. In die zin dat mensen die bijvoorbeeld een hele dag niet willen... Hey, je moet die zoerdesem met je leven niet laten... determineren. Hè. Het is de bedoeling dat je niet, ik kan hier nu niet naar de winkel gaan omdat mijn brood daar staat. Absoluut niet. Laat het niet. Het bestaat een manier om dat iets eenvoudiger te maken. Dus ik maak alles in één keer, hè. Zowel als de starter, als de zout, als de bloem en de water. Ik laat dat staan voor een uur en daarna zal ik een paar keer draaien. Ja? Dat een paar keer wil zeggen, ik ga 1, 2, 3 keer draaien. Ongeveer die minuten daartussen is niet zo belangrijk. Ja, het kan om de 10 minuten, om de 15 minuten, wat je maar wil. Ja, en je laat dat staan en tot de volgende. Wat is draaien? Wat is draaien? Ja, draaien gaan we straks doen. Draaien is eindelijk die stretches en fold. Dat ik ben wel aan het denken, Michel. Misschien moeten we toch ja? zien of jij je camera niet wat kan verplaatsen, dat wij zien wat jij doet. Ja, het wordt moeilijk, want ik heb... Wacht, hè. Ik kan het proberen. Of kan jij de camera niet richten naar jouw tafel en daar gaan werken? Nee, dat kan ik jammer genoeg niet. Dus ik heb niet het juiste professionele materiaal. Maar op dit moment zie je iets. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Nu zien we de kom. Zien jullie de kom? Perfect. Perfect. Ja. We zien jou wel niet, maar jouw gezicht niet. Maar we zien perfect wat je doet. Ja. Schitterend, ja.
Kijk, dat was dat zo. Maar dus iemand zegt van 10% zout, zoveel. Ik gebruik maar 2% zout. Wat zegt die persoon? Zoveel 10% zout. Ik gebruik maar 2% zout. Pardon, excuseer. De persoon heeft gelijk. Het is 2%. Ze heeft helemaal gelijk. Dat staat ook op de recept. Ze heeft gelijk. Ze heeft 10% is de starter. Ja, het was waarschijnlijk 10 gram dat je zei. Ja, 10 gram zout. Hè? Dus en dat is inderdaad 2% zout, hè, mensen. Het was 10 gram. En anders is dat heel zonde. En nu ben je daar aan het besproeien? Ik ben hier water aan het sproeien. Dat is ook een tip. Dat water gaat zorgen dat ik heel gemakkelijk mijn zout kan mengen met mijn bloem. Ja. Het maakt het proces iets gemakkelijker voor jezelf. En ook is het water bedoeld om de zout gemakkelijk te gaan oplossen in je deeg. Ja. Oké. Okay. En eigenlijk is dat hier het meeste vieze werk dat je hebt met deze om te bakken. Vanaf nu is dat veel gemakkelijk. Je zal niet meer, als je ziet, kijk naar mijn handen. Mijn handen zijn niet zo plakkerig vol met bloem en ik weet niet wat. Hè. Ja, want de meeste mensen zijn bang van dat dat plakt en dat is, oh, ik kan daar niet mee weg. En dat is dat zout. Het zout zal dit doen. Je zal, zie je dat? Je begint de deeg een beetje kapot te maken, dat is normaal, en dan komt dat helemaal terug samen. Dat is door dat zout te voegen. Ah ja. Ja. Dat doe ik ongeveer 2-3 minuutjes, niet langer. Het ene aan zoerdesem is, het hele proces is lang, maar het ene dat je moet doen is eigenlijk heel, valt zeer goed mee. Dat neemt niet zoveel tijd in beslag. Dit is klaar. Ik heb het goed gemengd. Dat is dus het draaien, hè, dat jij nu doet. Eigenlijk, nu ben ik niet aan dat heet draaien, hè? Nee, dat heet niet draaien. Dat heet gewoon mixen. Dat is eigenlijk mixen. Dat is niks draaien. Dat is gewoon mixen. Ah, oké. Okay. Ja, geen draaien. Dat ben ik gewoon aan het zorgen dat de deeg goed gemengd is met het zout. En straks gaan we praten over de stretches en folds. Of rekken en vouwen. De zout is daarin. Natuurlijk, nu met de keukenpraatjes hebben we niet de tijd om 30 minuten te wachten. Moesten we de klassieke methode doen. Hebben we geen 30 minuten om te wachten. Dus binnenkort zullen we gewoon de deeg gaan vouwen en rekken. Dat is dan die folds en stretch. Is dat duidelijk? Maar, en is er nog een verschil tussen draaien dan? Hebt vouwen en rekken en draaien. Maar dat draaien, dat doen we niet. Dat draaien hoort er niet bij. Ah, oké. Dat is gewoon een toeval dat je me ziet, omdat ik met de camera hier mee bezig ben. Ik draai niet. Ik ga gewoon zorgen dat alles goed gemengd is. Dat heb ik gedaan daarnet. Niks anders. Niet draaien. Gewoon mixen. Je kunt dat doen met je vinger zo in de deeg te doen, om te zorgen dat die zout goed gemengd is. Je kunt dat gewoon gaan een beetje... er is daar een naam voor, ze noemen dat rhubarb methode. Maar eigenlijk wil ik gewoon mijn zout mengen met mijn bloem en dat zit. En daarom gebruik ik een klein beetje water om mee te helpen, anders is dat een hele droge deeg. En hoeveel water is dat dan? Dat is een heel klein beetje. Het kan gewoon een theelepel zijn. Dat is meer dan voldoende. Ik heb daarnet gewoon met mijn waterfles eventjes nat gemaakt in mijn deeg en dat is het. Ik heb niet eens... moeten wegen of zo. Ik doe dat puur met gevoel. Ik denk dat iedereen dat ook met gevoel kan en eindelijk moet doen. Meer is het niet zo. Deze is puur gevoel, hè. Ja? Dus dat laten we hier staan. Oké, en nu, Michel? Ja? De methode dat ik daarvan sprak... En nu, wat gaan we nu doen? We gaan nu eventjes moeten wachten en we gaan dan praten over de volgende fase, hè. Ja, we hebben nu de autolyse, we hebben de deze. Er zit bij veel mensen geen vertraging, maar bij mij zit er dus wat vertraging. Hè? Als ik jou een vraag stel, hoor je mij niet direct? Ik ga een keer even kijken of dat er hier boven geen dochter op de computer zit en misschien dat daardoor interferentie is.
Klein momentje. Oké, straks. Ja. Het is natuurlijk ambetant dat niet iedereen hoort. Ik kan ook de chat niet lezen ondertussen, omdat ik anders volledig uit de livestream zou geraken. Dus ik ga dat niet. Ik ga dat wachten anders op Lintje. Dus ik ga dan verder de vragen lezen. En we gaan vandaag ook niet alle vragen kunnen beantwoorden. Hè. Dat is ook logisch. Hè. We hebben maar een uur tijd. En Lintje, jij moet me eindelijk een beetje helpen met de tijd. Hè, om te laten weten hoe ver dat we zitten op dit moment. Ja, wel. En ik heb je nu zelf geen... Wacht, hè. Maar ondertussen, ik denk dat nu... Want er zat boven daar een kind, volgens mij, op Netflix of zo. Ik hoop dat dat ja. nu gedaan is, dat u nu dat we beter synchroon zitten. Ik ga even de tijd bekijken. De moderator moet minder praten. Ik moet minder praten, Michel. Ja, maar dat vind ik goed. Dan is dat veel meer interactief. Volgens iemand moet ik minder praten. Oké. Het is nu 11:45. Nu, als we er een beetje over gaan, is dat niet zo erg. Nee. Maar ik zou nu voorstellen dat je even verder vertelt over welke stappen je nu allemaal doet. Dus nu, wat ga je nu doen? De volgende stap, de volgende stap is die stretches en folds. Hè, als die stretches, ik ga dat ondertussen hier en daar doen, dat jullie dat zien. Maar het is niet de bedoeling dat wij alleen maar op die stretches en folds of rekken en voor gaan concentreren. Anders kunnen we niet vooruit. Dat is eigenlijk je derde stap. Hè? Ja, dat we nu doen. Daarna gaan we de day... 3-4 keer laten rekken en volgen. We doen dat ongeveer om de 30 minuten, om de 10 minuten. Jij mag daar zelf in kiezen. Laat het flexibel zijn voor jou. Doe wat het voor jou werkt. Ja? Ik doe dat vaak om de 30 minuten. Waarom? Omdat het idee helemaal mooi in elkaar komt. Hè? Dat komt mooi samen. En na 10 minuutjes zie je dat het idee helemaal uit elkaar valt. Dus je doet dat tot dat niet meer gebeurt. Ja? Dat duurt ongeveer... Dat is 3-4 keer dat je dat doet, zeker en vast 3-4 keer. Wat gaat dat doen? Dat gaat ook zorgen dat je deel wat sterker wordt. Hè? Daarom doen we dat, om te zorgen, want wij hebben geen kneedmachine die dat allemaal doet voor ons. En vaak een kneedmachine had, doe je ook niet zo lang. Dat is een hele korte proces dat je doet. Ik heb vaak mensen die zeggen, ik heb problemen met mijn handen, zoals ik vorige week. Ik was gevallen en ik kon die vinger niet meer gebruiken. Ja? Je kunt dat perfect in een machine doen. Maar dat duurt heel kort. Hè. Dat is iets van 10 minuutjes, 12 minuten en niet langer. Dat is gewoon om te zorgen dat het idee gaat ontwikkelen. Je wordt sterker en op een duur zal je een deel van het idee gaan rekken. En je doet dat open. Je ziet al een vliesje en dat vliesje gaat niet breken. En als dat vliesje breekt, wil dat zeggen dat het idee nog niet klaar is. Je moet hem nog een keer gaan rekken en volgen. Of stretches en folds doen. Om te zorgen dat ze sterk genoeg is. Maar dat duurt ongeveer... De hele proces na die stretches en fold, dat duurt allemaal ongeveer 4 uur. Het is nu natuurlijk winter, ja. Alles gaat veel trager. Er is hier sowieso in onze living een verwarming, maar in de keuken is altijd iets gekouder dan je living. Hè? Daar gaan we veel minder naartoe. Daarom is het belangrijk dat je constant je temperatuur gaat meten om te weten, wat moet ik hiermee doen? Vanaf het moment dat die proces helemaal klaar is, zal jij zo'n dee krijgen? Ik heb daar net getoond. Dat wil zeggen dat mijn fermentatie helemaal klaar is. En ik kies ervoor om mijn dee daarna... Hè, dit is de volgende dag. Ik heb dat gisteren al gedaan. Deze morgen was mijn dee zo als ik opstond. Ik zal het hier in de frigo steken. Ik ga hem nog niet ballen of niet vormen. Omdat hij iets meer soepeler is. Hè. Zie je dat? Hij beweegt. Hij is veel minder vloeibaar dan... sorry, mijn dokter is hier. Ja, dankjewel. Ja. Hij is veel minder vloeibaar dan mijn starter, maar hij is redelijk vloeibaar. En dat is voor heel veel mensen een schrik. Van oei, 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 dat is zo een hele platte dee, dat gaat nooit geen brood worden. Je moet niet bang zijn van een dee die zo wobbelig of heel... Zo is. Het ene dat ik doe is... En waarom moet dat dan nu in de koelkast, Michel? Waarom moet dat nu in de koelkast? Super vraag. Om te zorgen dat die smaken verder gaan ontwikkelen in de frigo. De dee gaat ook iets steviger worden. En het zal veel gemakkelijker voor jou zijn om dat te vormen. Ik zeg altijd, tijdens de workshops, dat de frigo is eigenlijk je beste vriend. Als je zo'n brood bakt,
is steeds je beste vriend en ook de frigo. De frigo gaat zorgen voor een veel ontwikkeld, beter, soms een keer iets gezoerde smaak als je te lang in de frigo laat staan. En ook om te zorgen dat hij niet meer ziet het, wie ze komt vanuit de frigo. Dat is dezelfde idee. Ik heb het twee keer gemaakt. De ene staat in de frigo. En als ik nu zou vormen, is dat veel gemakkelijker voor mezelf. Ik gebruik dan mijn deegschraper om dat te doen. Om dat te gaan vormen met een heel klein beetje rijstbloem. Rijstbloem plakt niet. Rijstbloem heeft geen gluten. En die gaat niet helemaal nat worden in de frigo. Dus ik gebruik rijstbloem om mijn deeg te vormen. Ja? Ja, nee. Kijk, het is bijna. Ik krijg dat niet, oké? Mijn excuses. Dat is die code D. Die code D is gemakkelijk om te vormen. Daarom. En je zal veel beter smaak kunnen krijgen. Natuurlijk, je kunt het hele proces doen. En gewoon die D naar 8 à 10 uren gaan bakken in de oven. Zal het een klein beetje moeilijker worden om te scoren. Zeker en vast, omdat hij nog wat slap is. En hij zal niet zo zuur smaken. Hij zal een klein beetje zoeter gaan smaken. Ja, dus de frigo is voor smaak. Michel? Ja? Iemand vraagt of het nog altijd de eerste rijst is nu. Is dit nog altijd de eerste rijst? Dat is nogal... Deze, dat ik daarnet heb getoond, deze, dat is de tweede rijst. In de frigo. Dat is de eerste rijst. Frigo is mijn tweede rijst. En frigo is mijn tweede race, dat andere die iets gevloeibaar was, is mijn eerste race. Klopt. Dat is de bulk fermentation, de bulk fermentatie noemt dat. Ja, klopt. Dus, en dat is het. De frigo ga je gebruiken om je smaak te gaan ontwikkelen. Er zijn mensen die zeggen, die zuur deze is een beetje te zuur voor mij. Laat het 10 uur staan in de frigo, dat is nog altijd een goede smaak, niet te zuur. Laat je 20 uur staan in de frigo of 2 dagen, is dat heel zuur, maar wel... Ik vind het lekker. Er zijn mensen die dat niet zo lekker vinden. Maar ik stel voor, zeker in de beginfase, laat het niet te lang in de frigo staan. Hè? Geen 20, 30 uur, want anders is dat een heel ander brood. De smaak is wel fantastisch, maar niet iedereen heeft dat graag. Zorg dat je gewoon maximum 8, 12, minimum 12, 14 uren. En dan krijg je wel een goede brood die gemakkelijk is om te snijden en die zeer goed is van smaak. Ja? Er is nog iets anders dat de frigo doet, ik heb dat net verteld, is het schoren van het brood. Deze deeg komt van de frigo, die heeft al in de frigo gestaan voor 10 uur ongeveer, sinds gisteravond. En ik zal het tonen wat dat de voordeel daarvan is. Eén pauzetje, maar. En Michel, want ik ben even niet mee. Dus dat deeg dat daar nu in dat rijstmandje zit. Ja. Want in die handdoek daar, of met die handdoek daarop. Is dat dan dat tweede gerezen deeg? Ja, klopt, helemaal. Dat tweede of dat eerste ook, hè? Alle twee. Die deeg moet je altijd gaan vormen. Als je klaar bent met de bulkfermentatie, is dat op kamertemperatuur. Zoals de eerste. Daarna wat hij gaat doen, is de deeg gaan vormen en in dat mandje zetten. Op kamertemperatuur kan dat, maar het kan ook. Als de deeg vanuit de frigo komt, zal hij ook gaan vormen en in dat mandje zetten. En daar nog een paar uur nog dus in de frigo laten staan. Dus je kan ook de eerste rijst kan je eigenlijk ook al vormen? Ja, je kunt al vormen. Ik kan dat. Ik heb daar ervaring mee en dat is voor mij niet moeilijk. Hè? Zeker weten. Alles moet je vormen. De eerste of de tweede. Ja. Mijn dokter gaat me nu een beetje helpen om alles om de camera een beetje hoger te zetten. Maar ja, maar dat heeft geen zin. Mijn mama moet bepaalde dingen. Ja, mama moet dit tonen en niet altijd. Er is ook iemand die graag eens dat vouwen en rekken wil zien. Ja, zeker. Wij gaan dat nu doen. En opnieuw heb ik hier een tip. Water. Eigenlijk zet ik altijd een kleine kom water naast mij. Of mijn of zo'n fles. En ik maak altijd mijn handen nat. Heel klein beetje. Het is niet te nat. Zorg ook dat dat niet te nat is. Hè. Dat is mijn D. Dit is de klassieke manier, de klassieke methode.
ga je rekken en vouwen. Dat is nummer 1. En je zal ook merken dat je deeg niet meer zo plakkerig is. De zout is al toegevoegd, dan is de deeg niet meer zo plakkerig. De tweede keer, ja. Zo. Misschien de camera, iemand zegt de camera naar beneden richten. Dan juist was dat beter. Ja, dat gaat een beetje moeilijker voor mij. Voilà. Zo, is dat beter? Ja. Dus we zitten nu aan onze derde kant van de D. De bedoeling is dat je daarin gaat. Zo. En plooien. Zie. En daarom gaat dat niet. Omdat mijn camera anders begint te bewegen en te doen. Ik kan het niet zo goed tonen. Ja. We zullen een beetje moeten investeren. En de volgende keer moet ik gewoon bij jou zijn, Lientje. Ik heb het nu al drie keer gedaan. Mensen zeggen hier nu ook van het is allemaal een beetje chaotisch. Ja, mensen, sorry. We hebben eigenlijk in het begin al gezegd, dit is een noodoplossing. Hè? Normaal gezien ging Michel hier aanwezig zijn en alles doen. En bovendien zijn er ook mensen die zeggen van, ja, het zou tof zijn, een filmpje. Maar natuurlijk kan je ook een workshop volgen, hè, bij Michel. Een Michel, een zuurdecem workshop of een decembrood workshop bakken. Dit is een kennismaking, hè. Ja, ik kan ook niet in een webinar. Maar mensen zijn streng soms. En het zal allemaal 100% duidelijk. Het beste manier om dat te doen is, ga naar de website, bekijk het en doe dat gewoon op je gemak. Ik ben hier enig om je wat tips te geven en hier en daar wat trucjes te geven. Voilà, maar alles kan ik niet in een tijd doen. Hè? Dus dat was onze laatste keer dat ik mijn D heb gewoond. En dat is ook vaak te merken. En mensen kopen bijvoorbeeld boeken, en maar toch kunnen ze dat niet volgen. Het ene dat je kunt doen, is proberen om alle stapjes. Ik heb iemand, denk ik, op de Wilde Gisten, de groepje van Sam, onze fermentisto. Wilde Gisten, ja. Die heeft een zuurdesembrood kunnen baken alleen met al die stappen. Het is enig vanaf het moment dat je te veel gaat beginnen nadenken. We hebben hier heel veel processen gedaan. Als je alles in één keer gaat proberen te verwerken, gaat dat niet lukken. Voor niemand werkt dat. Je moet het even laten bezinken, ja? Ja. En alle stappen één per één volgen en dat lukt wel. En vanaf het moment dat je vastloopt, kan je die vragen beginnen stellen. Ja? Zeker voor mensen die beginners zijn. Dat lijkt wel heel moeilijk, maar het is eenvoudiger dan je denkt. Dat hebben we al gedaan. De stress is een fold. Dit herhaal je ongeveer 3-4 keer. Je laat het staan en we hebben al gezien hoe dat het eruit ziet. Met de code, met de eerste race, ja, helemaal op zijn eigen, veel soepeler. En met de tweede race in de frigo. Dan kreeg je zo een deeg. Deze deeg heeft een kamertemperatuur gehad van 6 uur en daarna nog 10 uur in de frigo. En daarmee kan ik bakken. Die is klaar om te bakken. Het enige dat ik moet doen is dat brood gaan kerven of schoren. En waarom doen we dat? Om te zorgen dat dat brood niet overal gaat beginnen reizen. Ja. Als je dat niet doet, ga je je brood gelijk waar gaan rezen en gaat wel misschien een rare vorm hebben. Dat is niet zo erg, maar we kiezen toch wel om dat brood te gaan scoren met een lamlintje, wat zou je dat noemen in het Nederlands, en een scheermesje. Een scheermesje, ja. Dus scoren is het insnijden, het inkerven van het brood. Bovenaan. Klopt. En dat is omdat de rijst niet overal gelijk waar zou gebeuren. Hè? Maar dat dat dan mooi op de plek van het scoren het brood opkomt. Ja. Hè? Dat is de bedoeling. Hè? Heel mooi uitgelegd. Ja. Het is ook belangrijk dat je toch een keer een scherpe scheermesje, liefst eentje die al helemaal nieuw is. Of 3-4, je gaat dat wel merken wanneer dat niet meer lukt. Dat blijft dan hangen aan de D. Hè? Het trucje daarvoor ook om te zorgen dat het niet altijd hangt aan de D. Zeker als dat gewoon maar kamertemperatuur heeft te zien en geen frigo, is het iets moeilijker om te gaan kerven. Een tip is met een beetje water gaan sproeien en dat gaat veel gemakkelijker in je D gaan kerven. Ja? Ik ga op dit moment één draaien. Je hebt zo'n mooi dingetje gemaakt, hè? Michel, jij hebt zo'n mooie, met zo'n kurkje. Ja. Ja,
Prachtig, hè? Ja. Self-made. Je kunt kiezen, hè. Er bestaan heel veel manieren, hè. Heel veel van die... Je kunt een wire monkey is daar eentje van. Je hebt ook zo eentje, maar die heb ik zelf gemaakt. Dat doet er eigenlijk niet toe. Belangrijk is dat je dat gewoon kan kerven. Soms een keer is het voor mij heel gemakkelijk om hem gewoon in mijn hand te hebben. Je plakt op dit moment, je wilt hem niet uit. Soms een keer is het belangrijk dat je gewoon dat in hand hebt, moet gewoon een beetje opletten. Dat is redelijk scherp, dat kan heel gemakkelijk je huid wel gaan snijden. Ja. Ik zal ook een beetje tonen hoe dat het CD, de tweede reis, zoals iemand dat noemt. Ik vind dat eigenlijk een zeer goede, de tweede reis is eigenlijk correct. Zo ziet er de dijk uit. Je kunt ook gaan testen met je vinger om te zien of dat het klaar is. Je kunt zo doen en als dat heel op zijn gemak gaat terugveren, is hij al klaar om te gaan bakken. Zo weet je dat ook. Ja? Ja. Ik zal hem ook omdraaien. Dan kunnen jullie dat ook een beetje volgen. Houd het goed vast, de volledige deeg, en hij draait altijd om. Je moet dat doen, want anders ga je hem kerven op de verkeerde plaats. Dus je moet altijd gaan kerven of sneden op de mooie kant van je deeg. Ja. Zo ziet er de deeg uit. Je ziet het, moest ik dat nu gedaan hebben met de deeg die al op de kamertemperatuur de hele avond heeft gestaan, ging dat een heel andere textuur zijn. Ik ging dat niet zo kunnen doen. Dat ging ik niet zomaar gemakkelijk kunnen aankomen. Nu kan ik dat wel doen. Ik neem mijn scheermesje of mijn lam, zoals ze zeggen in het Engels, en ik ga dat scoren. Ik ga eventjes tonen, omdat er wel een trucje daarvoor is. Je begint een klein beetje omhoog en dan ga je een klein beetje plat. Dat maakt niet zoveel uit waar dat je dat doet. Je moet het gewoon ergens wat dat je wil. Ik doe altijd ongeveer in het midden zo. Een beetje iets verder dan het midden eigenlijk. Hè. Dus dat ga ik nu misschien doen. En dat moet eigenlijk... Je moet dat heel assertief doen. Je moet dat niet wat bang zijn en hup, hup, hup. Dat is één beweging en dan ben je klaar. Zie, dat is scherp. Ja. Het is ook belangrijk dat je toch een keer een klein beetje gaat helpen. Je ziet het wel. En je kunt eindelijk een beetje al zien, die fermentatie zie je ook. Hè? Daar, in die gekerfde deeg. En dan zou je als laatste dit gebruiken. Een beetje gaan sproeien met water. Want ik sprak ook van, hoe krijg je zo'n krokante deeg, goed van binnen, maar van buiten ook nog wat niet te moeilijk om te kolen of zo, of om daarop te bijten, door water te gaan toevoegen. Ik gebruik dit of ijsblokjes. Ijsblokjes gebruik ik ook. Die ijsblokjes zit ik hier en daar, twee ijsblokjes in mijn pan toe en ik bak dat. Dat staat er ook op de website, hoe lang dat je dan moet bakken. Iedere oven is anders, je gaat er niet aan beginnen. Bij mij duurt dat 30 minuten, bij mij duurt dat 45 minuten. Ik zeg altijd, totaal 50 minuten. Dus 30 minuten met de deksel toe en nog 20 minuten met de deksel open. Afhankelijk van je smaak en van hoe dat je dat zelf mooi vindt. Ik heb hier al een voorbeeld van een gebakken brood. Die is vanuit de oven gekomen. Je ziet het wel juist precies je ziet het juist precies waar ik heb ingekerd. Hè? Juist daar. En dan noemen ze dat het is daar ook een naam voor hoor, in het Engels. Die kreeg zo precies een oor. Dan noemen ze een oor. Oog, hè? Dat is een oor. Een oor. Ja. En dat is heel gebakken brood. Ja. Een tip daarvoor is ook om te wachten daarmee. Sommige mensen zeggen als ze dat scoren. Als ze dat scoren, dat brood dan weer plat valt. Ja, dat ken ik. Dat wil zeggen dat de fermentatie nog niet klaar... Het was niet helemaal volledig. Dat gebeurt heel vaak, dat dat gaat zakken. Dat wil ook zeggen dat je starter misschien niet sterk genoeg was om eindelijk te gaan bakken. En vandaar dat ik altijd de tip geef van, voed je starter maar twee keer. Hè? Ik heb daarnet het recept van de starter gegeven. Je wacht totdat je starter is verdubbeld. En nog een keer hetzelfde hoeveelheid gaan voeden. En dan zal je starter echt goed en sterk zijn om te gaan bakken. En je gaat dan niet zorgen dat dat helemaal uit elkaar valt. Dat wil zeggen dat de fermentatie
nog niet op punt stond. Vandaar dat dat gebeurt. Vaak mee te maken met de starter die wat week is of soms een keer de bloem. Hè. Het moet sterk genoeg zijn. Minimum 11% proteïne, E-halte, want anders... Je kunt wel krijgen hoor, maar dat is door veel ervaring. Maar best wel een ja, je moet helpen. Kijk, Ada komt de brood snijden. Ga maar een snijplankje halen. Bloem moet zeker 11% proteïne gehalte ja, hebben. Anders 11% krijg je... proteïne, ja. Het moet sterk, ja. Het moet sterk genoeg zijn. Iemand vraagt ook hoe je het brood... Iemand vraagt hoe je het brood het best kan bewaren en hoe lang je het kan bewaren. Ja, lang hoor. Langer dan de brood dat we in de winkel kopen, maar daar zitten ik weet niet hoeveel verbeteraars. Ik kies persoonlijk of zakjes, ecologische zakjes, dat kan je indoen. En dan doe ik dat altijd in zo'n zak. In zo'n broodzak, een linnen broodzak. We hebben hier een snijplank. En ook een doos, een brooddoos. Iedereen heeft dat bijna, hè? Thuis. Zo'n brooddoos, dat kan je ook in. Maar zo'n, altijd zo'n linnenzak. Een linnenzak en is direct de in de linnenzak en of eerst in de... Is het goed, maar direct in de linnenzak of eerst in een papieren zak ook nog? Eerst in een papieren zak mag ook. Ik kies daar niet voor, maar je mag ook gerust in een papieren zak zetten en dan in een linnenzak. In alle twee. En dat bewaart ongeveer goed voor 4 dagen ongeveer. Kijk, Ada, Tom. 4 dagen gaat dat ongeveer. 4 dagen gaat dat wel goed en vers blijven. En voor de mensen die dat zeggen van ja, na de 2-3 dagen is dat iets. Het is anders. Het zal nooit hetzelfde zijn zoals vers gebakken brood natuurlijk. Dat verliest ook zijn smaak een beetje en zijn textuur. Altijd in de rooster. En dat zijn de beste broodjes dat je kunt eten. Geroosterd zoerdesem, dat is heel lekker. Ja. Iemand vraagt nog, hoe lang moet het in de oven en op welke temperatuur? Nu, dat staat allemaal natuurlijk ook online en in het seizoen. Ja, ja, maar die vraag heb ik ook al beantwoord. Ieder oven is anders. Hè? Er is geen enkel oven die op hetzelfde manier reageert of is. Ik heb altijd de type van, gebruik een Dutch oven. Ik zeg altijd, bak in een oven. En dan gebruik een zware bodempan, dat is hier een Le Creuset. Dat is nog een keer een oven, dat zijn eigenlijk 2 ovens. Ja? En hiermee doe ik 30 minuten met de deksel daarop. En 20 minuten zonder deksel. Ja? Je bakt totdat je blij bent met het kleur van je brood. Dat is ongeveer 50 minuten. Er zijn mensen die 45 minuten bakken, maar dat is omdat hun oven veel hoger kan staan. Die van mij gaat maar tot 250 graden. Hè? Er zijn ovens die tot 200 graden gaan ook. Ja? Dus altijd, je moet dat een beetje gaan voelen. Dat staat er zeer duidelijk op de website, op de duidelijke recept, bijna chaotisch, volg dat. En als je nog altijd niet tevreden bent met dat brood, kan je nog altijd iets langer bakken. Maar let op, hoe langer dat je brood gaat bakken, hoe harder dat die korst gaat worden. Hè? En eigenlijk kan je ook gaan testen door het brood uit te halen van de pan, omdraaien en gaan kloppen. Dan weet je wanneer dat brood klaar is of niet. Ja? Zijn er nog vragen? Ja. Kan het in een hete luchtoven? Dat denk ik wel, als het in zo'n gesloten pot is. Ja. Ja, dat kan. Maar dus je mag de oven eigenlijk op... Je mag de oven op 240 zetten, hè? Ja, ik zet hem helemaal in het begin om te starten op maximum 250 graden, maximum. En als de brood in de oven is, maximum. Ga ik hem verlagen naar 220. Maar dat staat ook op de website. Hoor. Iemand vraagt, gebruik je een stoomoven met stoom? Ik maak mijn stoom door mijn... watersproeien hier te gebruiken. Ik ga dat een beetje gaan besproeien in de oven. Ik ga eigenlijk in de pot gaan sproeien. Ik ga ook die ijsblokjes gaan gebruiken. Maar er zijn mensen die ook met stoom bakken. Ik doe dat in mijn andere oven. Hey, ik heb een gewone oven thuis waar dat elke dag komen. En dan de broodoven. In de broodoven zorg ik wel dat ik heel veel stoom heb omdat er niet in de pan is. Dat kan niet in de pan. Die oven is niet bedoeld om een pan erin te doen. Dan ga ik wel heel veel stoom gebruiken. Ik denk zeker dat dat lukt.
Ik heb het nog niet in een gewone oven gedaan. Ja. Maar in mijn grote oven doe ik dat wel en dat lukt prima. Die koffie is fantastisch daarmee. Ja. Ja. Ja, iemand vraagt nog een keer graag stap voor stap van bloem tot brood. Maar dat vind je dus in ja. seizoenen. In het seizoen. Negen van veld, ja. ben je nog geen lid. Ja. Dan is nu de moment om lid te worden. Want de feestdagen komen eraan. Geen beter cadeau dan een lidmaatschap bij veld. Dan weet je echt wel waarom je het doet. En leer je perfect zuurdesembrood bakken. Het is ook nog iemand die vraagt, Michel. Maar daar ga je zeker nu niet uitgebreid kunnen op antwoorden, want daar zouden we nog een volledige volgende aflevering voor kunnen vullen. Dat is wat je met die starter allemaal nog kan doen. Hè. De ovenschop van de starter. Fantastisch. En ik dat weet is... dat jij daar superveel mee ja. doet. Ja, inderdaad. Inderdaad. Ik smijt hem nooit weg. Sowieso heb ik nooit zoveel starter. En als ik dat heb, soms een keer zal ik willen... 2, 3, 5 broodjes bakken, dan heb ik een beetje starter over. Dan zal ik hem altijd bewaren. Ik gooi hem nooit weg. Ik bak daarmee wafels, zoerdesemwafels, pannenkoeken, pasta, crackers. Er zijn duizenden recepten voor de overvloed van de starter te gaan gebruiken. Smijt het gewoon niet weg. En als je dat ja. weg doet, zeker niet in de keuken. Want je keuken gaat er niet zo blij mee zijn. De zoerdesem wordt na een tijdje helemaal hard. Hey, je ziet het ook een beetje aan mijn handen op dit moment. Dat plakt niet meer, maar dat is wel redelijk hard. Hè. Dus het beste is dat je dat doet. Geef het aan de kippen als je het toch weg gaat doen. Maar ik doe dat inderdaad niet weg. Ik bak daar allemaal lekkernijen mee. Maar dat is misschien voor de volgende aflevering. Ja. Ik hoor ook dus nog dat een tip voor de geven volgende op... keer. Hè? Ja, hè. Ik wil nog een heel klein tip geven over het snijden van het brood. Ik heb hier gewacht. Er zijn mensen die zeggen, waarom kan ik dat niet... onmiddellijk gaan snijden. Omdat je anders zoiets zou niet krijgen. Ja? De brood gaat ook iets minder lang bewaren door het feit dat je dat helemaal snijdt en onmiddellijk snijdt. En ook, het zal vaak plakken aan de mes. Warm brood plakt aan de mes omdat het nog niet volledig afgekoeld is. Dus wij hebben hier ongeveer een uur en een half gewacht. Dat is al goed genoeg. Hoe langer, hoe beter eigenlijk. Hè? Dan krijg je zo'n mooie... Ja, dan zie je de hartjes, ze gaan dan open omdat je afgezet hebt wachten. Moest je dat gedaan hebben, onmiddellijk na de oven hing je heel aan de textuur hebben. En een uur later zult dat brood ja. helemaal gaan kleven. Ja, en dat is het denk ik. Oké, dus super. Denk ik een mooi brood. Goed, Michel, ik denk dat we hier kunnen afronden. Ik denk dat ja. mensen al, allez, ik zie hier toch veel enthousiaste reacties. Mensen die zeggen van, oh ja, ik heb er zin in. Of ik ga er weer mee beginnen, hè, dat die er terug de zin in krijgen. Dus ik ga nog eventjes herhalen voor iedereen. In seizoenen vind je de stap voor stap hoe Michel een brood bakt. Daarnaast vind je op de website van Veld ook nog eens gewoon in de zoektuin zuurdesem doen. En dan vind je hoe je een starter maakt van dag 1 tot dag 7. Je vindt daar ook een volledig overzicht van materiaal. Dat Michel gebruikt. Ja. Mensen die graag een starter willen van iemand, hè, want dat kan zeker, zet gewoon jouw een zoekertje in de groep keukenpraatjes. Zeg ik zoek ja. starter. En iemand in je omgeving zal waarschijnlijk wel reageren en zeggen van ik heb starter. En zo kunnen we starter met elkaar beginnen delen. Niets leuker dan dat. Zeker niet. Ook al uw vragen, al uw andere vragen die je nog hebt aan Michel. Zet ze erin. Michel zei ja. daarnet ook, als ik een foto zie van je deeg, zie ik ook wat er fout is. Post dus gerust ja. ook een foto van je deeg. Ja. En dan al je vragen worden beantwoord. Of een mensen die een workshop willen boeken met Michel, dat kan natuurlijk ook. Zij is veldlesgever en ze heeft zelf ook regelmatig workshops. Dus we zullen de gegevens ook nog eventjes daarvoor doorgeven. Oké. Okay. Michel, ik weet niet of jij nog iets wou zeggen? Blijf bakken en veel geduld hebben. En als je gehaast bent, moet je geen brood bakken. Laat maar, wacht eventjes tot je de tijd kan voor maken. Gebruik de tips die ik gegeven heb van een foolproof of een foodbot methode. Ja.
mijn best. Oké, okay, super. Allemaal heel erg bedankt voor het kijken en luisteren. En heel tof nieuws. Het is niet de laatste keer voor 2022 dat we hier online zijn met Keukenpraatjes. Want op 18 december volgt er weer een aflevering. En daarin ga ik jullie leren om zelf kerstcadeautjes, lekkere kerstcadeautjes te maken. We gaan aan de slag in de keuken. We maken onder andere een heerlijke granola en een soort kerstballetjes. En zo kan je eigenlijk een pakketje maken voor je vrienden of familie. Een eetbaar, lekker en gezond pakketje. Dus kom zeker af op 18 december terug om 11 uur hier op de Facebookpagina van VeldVZW. Ik geef daar ook nog een heleboel andere tips om van jouw cadeautje een succes te maken. Op die manier worden deze toch wat donkere en trieste dagen toch gezellig en kunnen we samen genieten. Allemaal heel welkom in de groep van Keukenpraatjes. Daar zie ik jullie graag. En ook nog een leuk nieuwtje. Vanaf 21 december hebben we ons wintermenu. Dat is een volledig weekmenu. Gratis weekmenu met de seizoensgroenten. Daar kan je je ook voor inschrijven. Alle info vind je op de website van Veld. Nog een hele fijn weekend. Nog een hele fijne zaterdag. En heel graag tot de volgende keer. Michel, super bedankt. En nog een fijne dag. Veel plezier. Dag. Hopelijk tot de volgende keer. Dag.